Iedere ondernemer uit het noorden die klanten zoekt, of zakenpartners, of inspiratie, kon vandaag, maar ook nog morgen, terecht in Martini Plaza. Op de 25e editie van de promotiedagen Noord-Nederland kunnen ondernemers elkaar ontmoeten om hun zakelijke horizon te verbreden. Het is een bont gezelschap. Onder de 650 bedrijven en instellingen kom je van alles tegen. Van verkopers van relatiegeschenken tot culturele instellingen zoals het Noord-Nederlands Orkest. Doordat er veel minder subsidie beschikbaar is voor cultuur, moeten zij steun zoeken bij het bedrijfsleven. Wij moeten aan de bak en daarom staan we ook hier. Het is de eerste keer dat het NNO met een eigen stand op de bedrijven contactdagen staat. En ik denk dat ook nodig is dit jaar. De overheid die doet wat minder en dus hebben we meer sponsoring nodig. Ook de Chinezen zijn dit jaar aanwezig op de beurs in Groningen. Het gevolg van de stedenband die de stad heeft met de miljoenensteden Tianjin en Xi'an. Vergis je niet, Xi'an is een stad van 8 miljoen inwoners, Tianjin van 12 miljoen, bij elkaar 20 miljoen inwoners. Ja, daar zijn natuurlijk ontzettend veel business opportunities, kansen voor bedrijven om zaken te doen. Wat de Chinezen in Groningen willen verkopen lijkt hartstikke logisch. Fietsen. See, I see many you see Dutch people you see to ride bicycles. I think you see this bicycle is also one of the main producers in Tianjin. So you see they produce e-bike. I think you see there is a potential market in Netherlands. Maar onze universiteitsstad heeft ook iets waar de Chinezen behoefte aan hebben. Kennis. I hope you see more Dutch companies to export their commodities with expertise, you see, to China. Ze willen ons fietsen verkopen, maar wat kunnen wij hun verkopen? Zij zeggen van we willen jullie kennis, maar kunnen we ook nog meer aan hun kwijt? Nou kijk, natuurlijk willen ze onze kennis. We hebben wat dat betreft echt iets te bieden, ook als Groningen, als stad en als Noorden in zijn geheel. Wat wij natuurlijk proberen is bedrijven aan elkaar te koppelen, zodat we ook een stukje productie hier naartoe krijgen. Dan wel kennisontwikkeling hier kunnen doen voor misschien Chinese bedrijven. En ik denk dat die kansen er echt zijn. Maar het is natuurlijk ook prima om gewoon daar business te doen en hier daar weer beter van te worden qua bedrijvigheid. Dus het is allemaal win-win. Maar ja, je moet elkaar eerst nog wel leren kennen en opzoeken. En dat kan hier. De promotiedagen Noord-Nederland zijn er nog vanavond tot 10 uur en morgen van 10 tot 10.